En dan nu? Blijf deze weg volgen. Hallo kijkers, als je de weg niet kent in een vreemde stad, ga je op zoek naar informatie en die kun je dan op verschillende manieren krijgen. Wie vanuit Arnhem komt, ziet op het Trajanusplein een informatiebushokje. Daar staat een informatiezuil waar je, als het goed is, een plattegrond uit kunt printen met daarop de route naar je bestemming. Maar het scherm doet het niet en de printer doet het ook niet. De kaart is verouderd. De Azaliastraat is al 4 jaar geleden veranderd in Oude Azaliastraat toen Lent bij Nijmegen kwam. Verder is het glas kapot. Als je vanuit Den Bosch komt, zie je bij de Brabantse Poort ook een informatiebushalte met een zuil. Een gele deze keer. Met een niet werkend scherm en een niet printende printer. Verder is het glas kapot. Op de achterkant staat dan weer een verouderde plattegrond van de stad met geen oude Azaliastraat. Maar gelukkig staat er 15 meter verder een nieuwe kaart. We constateren 2 langs elkaar werkende afdelingen bij de gemeente Nijmegen. Verderop, langs de Graafse Weg, staat er een kaart waar je niet voor mag stoppen. Die is wel weer wat nieuwer, met de nieuwe stadsbrug erop en de oude Azaliastraat. Bravo! Wie met de trein komt, kan, als hij goed zoekt, een zuil van de VVV vinden op het station. Alleen werkt het hufterbestendige toetsenbord niet. Er staat wel een leuke welkomsttekst op de foto eronder. Buiten staat nog een informatiebord met geen informatie aan beide zijden. Er staat ook een informatiezuil voor blinden die geen geluid geeft. En tot slot is er buiten ook nog een informatiezuil voor de energiezuinig ingestelde medemens. Dit energiebesparende scherm doet er dus niet en de energiebesparende printer werkt ook niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Klein detail op de achterkant van deze zuil. Deze kaart is gemaakt in 2008. Toen was plein 44 nog groen.